Op de vrijdag voor Pasen zijn veel mensen vrij en dus was het opmerkelijk druk bij een van de laatste trainingen op weg naar de bekerfinale PSV tegen Heracles komende zondag in de Kuip. De training was er een van het ontspannen soort, maar de afgelopen dagen is er onder leiding van Philippe Cocu wel degelijk hard, stevig en fanatiek getraind. Ja, dat klopt. Natuurlijk een hele week in de aanloop naar de bekerfinale. De periode hiervoor wel anders geweest, hebben we minder kunnen trainen. Dus het accent heeft wel echt op de trainingen gelegen. De ruimte was er ook voor. En, nou, ik denk de groep heeft laten zien dat ze dat prettig vonden. Ja. Is de groep klaar voor die bekerfinale? Ja, we hebben nog één training te gaan, maar de puntjes op de i worden gezet. Nog de tactische bespreking, die hebben we morgen over tegenstander. Dus ik denk dan na morgen dat helemaal klaar is om daar zonder heen te gaan. Hoe leeft het in die groep? Een prijs kunnen pakken in één wedstrijd? Nou, het leeft gewoon enorm, omdat natuurlijk ook best wel veel spelers in de selectie zitten die nog geen beker hebben gewonnen of die nog geen titel hebben gewonnen. Dus dat is gewoon een kans om een prijs te pakken voor PSV en ook individueel voor een aantal spelers. Dus dat leeft wel in de groep, zeker. Philippe Cocu heeft ervaring in het spelen van bekerfinales. Dit is er een uit het seizoen 1995-1996. PSV in de Kuip in de bekerfinale tegen Sparta. Het schot van Wim Jonk wordt ingeschoten door Philippe Cocu. Het was de eerste goal van deze wedstrijd die PSV uiteindelijk met 5-2 van Sparta zou winnen. En de laatste bekerwinst van Philippe Cocu dateert uit het seizoen 2004-2005. PSV speelde toen, ook in Rotterdam, de bekerfinale tegen Willem II. En hier scoort Philippe Cocu de tweede goal voor PSV. Ja, ik heb 96, toen ik voor de eerste periode bij PSV kwam, wonnen we de beker. 2005, toen ik terugkwam uit Barcelona. 2006, de laatste keer wonnen we, verloren van Ajax met 2-1. Maar kijk, het moment dat je een finale kan spelen, weet je als speler nooit hoe vaak je nog in de gelegenheid bent. Of je nou bij PSV of waar je ook heen gaat in de toekomst. Of om een kampioenschap. Dus op die momenten dat je de kans krijgt. En ja, dan moet je echt alles aan doen om het doel te bereiken. Want als je dat niet bereikt, dan is de teleurstelling enorm. De tegenstander die wordt gehuldigd, feestje. En zelf sta je daar dan als nummer 2 te kijken. Dus dan moet je nergens spijt van hebben achteraf. En jij schaart je ook niet achter de mensen die zeggen, ja, het is maar de KNVB-beker? Nou, absoluut niet. Nee. Het is gewoon een andere prijs dan een kampioenschap. Maar het is gewoon een hele belangrijke prijs om te pakken voor ons. We hebben een aantal lastige bekerwedstrijden gehad. Het team heeft daar heel goed in gepresteerd. Nou, we hebben nu een mooie finale. Nou, dat zou toch zonde zijn. Als je nu denkt, het is maar de beker. Nee, we hebben er hard voor gewerkt en nu willen we ook de kroon op het werk zetten. En alles aan doen om die wedstrijd te winnen. Voel jij je favoriet als PSV tegen Heracles? Ja, ik denk dat wij wel de favoriet zijn. Ja, normaal gesproken als wij tegen, met alle respect, een goede voetballende ploeg als Heracles spelen. Maar dan zie ik wel dat wij de favoriet zijn. PSV dus favoriet. En dus hoopt Philippe Cocu zondagavond in de Kuip weer zo rond te lopen.